Inmiddels is hij een van de meest toonaangevende sterrenkundigen in de wereld. Heino Falken. Heino Falken is een briljant wetenschapper. Hij heeft de Spinoza-premie gewonnen, de hoogste Nederlandse wetenschappelijke onderscheiding. Binnen de radiosterrenkunde is Heino een van de grootste wetenschappers in de wereld. En deze sterrenkundige, Heino Falken, gelooft, in tegenstelling tot de meerderheid van zijn wetenschappelijke omgeving, in God. En dat begrijpen zijn vakgenoten helemaal niet. Wat gaf nou voor jou de doorslag om te gaan geloven, terwijl zoveel wonderen in de Bijbel ingaan tegen de natuurwetten van het heelal? Ah, Jezus liep over het water. Volgens jouw collega's kan dat niet. Nou, ik ben overtuigd dat dit verhaal klopt, die daar beschreven is in de Bijbel. Oh. Maar ik denk ook dat het volgens de natuurwetten is gegaan. Hoe dat te rijmen is, weet ik niet, want daar is niet voldoende informatie beschikbaar. En ja, ik denk het is niet geschikt om een conflict tussen natuurwetenschap en geloof aan te wagen. Nee, maar het wordt natuurlijk wel gebruikt, vaak. Als ja, omdat dat het ja. heel eenvoudig wordt. Liep Jezus over water, ha ha ha, ja. Ja. Toch? Ja, precies. Ja. 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 Maar je bent er niet geweest, je hebt niet gezien wat er was.